je dan uit de bossen komt, dan zie je dit. Tadaa! Nou, het is 6 uur. Hartstikke vroeg. Ook hartstikke mooi. Nevel die nog op de grasvelden, op de weilanden ligt. De dieren die nog denken dat ze onbespied en ongestoord kunnen rondbanjeren. Mijn favoriete plek, dat zijn de bossen van Soest. De natuur. Nou zeg ik wel natuur, maar ik loop hier door een metalen sluis. Die mij toegang geeft tot die bossen van Soest. Hoor je dat? Auto's in de verte. Het concert van de vogels. Elke ochtend dan sta ik heel vroeg op en dan ga ik hardlopen hier in deze bossen. En ik ben voor mijn werk natuurlijk altijd aan het denken en aan het praten. En dan is het fijn om je dag te beginnen met hardlopen. Die paden die doorkruisen routes van reetjes. Als je heel stil bent en op het juiste moment kun je ze tegenkomen. Maar ik ben op weg naar het mooiste plekje. Zo mooi, hè? Als je dan uit de bossen komt, dan zie je dit. Tadaa! Dit is het kleine rondje. Dit is ongeveer 6,5 kilometer. Ga even zitten. Want daar staat gewoon een bankje. Nou, geniet je van die prachtige schepping. Ik ben voor die reisprogramma's. Trek ik door woeste bergen, in woestijnen, prachtige eilanden. Het zijn echt allemaal spectaculaire landschappen. Daarvan ben ik altijd heel erg onder de indruk. En toch raakt dit me op een andere manier. Dit is thuis. Dit is ook weer jezelf vinden. Waardoor je weer energie en kracht hebt om al die nieuwe indrukken aan te gaan en op te doen. En dan weer de wijde wereld in te trekken en nieuwe dingen te ontdekken. Oh, kijk nou, dit is leuk. En er is toch een heel eigenwijs plantje dat denkt, ik ga hier fijn leven. Genoeg gelantefant. Volgende week weer een video.